Dat gaat u hoor. Nou, zullen we afspelen? 1, 2, 3. Ja, we zijn hier in het dorpshuis De Oude School in Wieringenwaard. En daar gaan we nu een beursvloer organiseren. De eerste beursvloer in Hollands Kroon. En proberen we verenigingen en stichtingen te matchen met het bedrijfsleven. Wat is de bedoeling dan? Nou, eigenlijk is het zo dat er vragen zijn ingediend door het verenigingsleven en door stichtingen. En die proberen we zonder geld op te lossen met behulp van het bedrijfsleven. En dat kan zijn in helpende handen, kennis of middelen. Wij willen natuurlijk proberen met de matches die we maken een mooiere samenleving te creëren. Normaliter gaan besturen van verenigingen, clubs, die gaan gewoon naar de gemeente. En die vragen om subsidie. Dat is juist niet meer de bedoeling. Die tijd is wel een beetje geweest, ja. Ik denk dat het de tijd van hand ophouden, dat is, ligt achter ons. Er moeten vele bezuinigingen vinden de plaats. En daar hebben ook de verenigingen en stichtingen mee te maken. Dat ze niet alles meer voor elkaar krijgen. Maar wij proberen op een andere manier toch dingen te realiseren. Zodat het voorzieningenniveau binnen de gemeente wel op niveau blijft. Ja, okay, ja. Dus, maar daar ga ik jullie dan in begeleiden. Ja, okay. En, we hebben ook aardige matches gemaakt. Echt een leuke middag, heel dynamisch. En er zijn ook verrassende dingen uitgekomen. Kun je eens één ding noemen? Nou, bijvoorbeeld voetbalvereniging Succes. Die kwam hier eigenlijk om te halen. Maar ze wisten niet dat ze ook wat konden leveren en brengen. En dat is nu met Humanitas gebeurd. Die zocht nog een ruimte waar ze een leuke bijeenkomst konden houden. En daar is de kantine van voetbalvereniging Succes uitermate geschikt voor. Dus ze hebben ook geleverd, ze hebben gekregen. Dus ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi dat zulke verrassende matches eigenlijk tot stand komen. Ja, dat is het. Thank you.